Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen vrijdag nam Breda Nu haar eigen talkshow op in de studio van Pau. Drie meiden van We Are All Human die deelden een indrukwekkende verhaal met ons. Zij vertelden hoe ze op eigen initiatief naar een vluchtelingenkamp in Servië afreisden. Voor deze mensen brachten de meiden kleding en dekens mee die zij zelf hadden ingezameld. Nienke, ik kom net uit de talkshow gemaakt bij de Pau Academy samen met Laurent. Het draaiboek maken, was dat erg moeilijk? Het draaiboek maken zelf was niet zo heel moeilijk. Wat het eigenlijk het moeilijkste was, is binnen zo'n korte tijd gasten te regelen. Vorige week donderdag kregen we informatie van Pau dat we dus nu een talkshow konden maken. Dat hield in dat we vrijdagavond de allereerste meeting hebben van hey, waar gaan we het over doen? Maar ja, vrijdagavond was het al paasweekend. Dus het eerste moment dat mensen op hun mail keken was dinsdag. Dinsdag kreeg ik te horen dat de gasten die we probeerden te regelen helaas niet konden. Wat ook niet heel gek is, want ze moesten helemaal naar Amsterdam toe komen. Maar ja, donderdagavond moest alles bij Pau liggen. Oftewel, we hadden anderhalve dag om alles in elkaar te zetten. En ja, regel dan maar eens gasten. Dat is een duo-presentatie samen met Nienke. Ja, is dat dan nog een hele andere ervaring dan dat je alleen voor de camera staat? Ja, duo-presentatie moet je natuurlijk rekening houden met wie welke vragen stelt allemaal. In de bus hadden we al onze voorbereiding gedaan. Overal een lettertje voor gezet wie wat zou doen. Maar uiteindelijk hebben we het draaiboek bijna niet gebruikt. Want het kwartier ging echt zo snel voorbij dat we echt, ik zei al, het was zo'n interessant onderwerp. We konden er wel 3 uur over praten, denk ik. Maar een presentatie met z'n tweeën is wel anders in de zin van dat je meer op elkaar afgestemd moet zijn. Wat vond je van de gasten achteraf? Ben je blij met de keuze? Het idee was eigenlijk eerst om een talkshow te maken wat eigenlijk een connectie had met Breda. Omdat ja, we zijn toch Breda Nu. Ik vond het leuk om iets met Breda te doen. Maar ja, zoals ik al zei, het wordt gewoon heel erg moeilijk. Omdat mensen voor zo'n korte talkshow van een kwartier de hele avond, vrijdagavond, mee naar Amsterdam moesten. Maar dit onderwerp is denk ik wel heel erg relevant. En daarnaast is dit niet alleen deze week leuk om te kijken, maar ook nog over 2 weken of over 3 weken. Dus nee, ik was echt heel erg blij met het onderwerp.